kom maar. Kom maar. Ja, kindjes gaan even zitten. Ja. Maar even, Joost, ja, zo kun je niet goed op de poort kijken. Even naar de camera. Kom. Bart, ga maar even zitten, Bart. Mijn knappe leerling. Truus, ga eens even opstaan. Nee, dit is helemaal niet goed. Kom maar. Ga maar even zo een beetje zo zitten. Truus, kom. Fatima, waar ben je? Fatima. Ja, kom. Ga hier maar even zitten. Zo, op Jan. Zo. Jan, kom. Zo. Nou, juffrouw Jannie komt invallen vandaag. Juf Fokkelien is er vandaag niet. Ik doe het ook voor het eerst. Kijk eens, Willem, geef je ook even een aan Fatima. En even een aan Truus. Ja. Nou, goed. We hebben heel goed gewerkt voor de eerste pauze. En we gaan even kijken welke cijfers jullie hebben gehaald. Even kijken. Even mijn boekje erbij pakken. Nou, goed. Beginnen we met de rekentoets. Zullen we even kijken. Nou, ga je gang. 5 minuten. Mensen in de zaal, jullie mogen meedenken. Als jullie het antwoord weten te weten, dan moet het graag. Het is niet zo moeilijk. Nee. Goed. Oké, prima. Nou, zullen we eens even kijken? Nou, laat maar even kijken naar het boekje. Goed zo, Bart. Je hebt weer een 10 gehaald. Mijn knappe vent. Hartstikke goed. En eens even kijken. Wat heb jij gehaald? Willem, een 2,9. Alweer geslaagd. Of gezakt, ik zeg het verkeerd. Goed, Fatima. Even kijken. 2,1. Hé, wat leer je toch op deze school? Helemaal niks. En Truus? 3,1. Nou, dat is niet de bedoeling. Jongen. Maar mijn lieve Bart, hartstikke goed gedaan, jongen. Hartstikke goed gedaan, knul. Hartstikke goed. Zo. Nou, het is, even kijken, na de wiskunde komt het speelkwartier. Gaan we lekker spelen, jongens. Oh, wat zielig. Zie je dat? Bart wordt de hele tijd geplaagd. Het is echt een nerd. Oh, wat zielig. Nee, ik ga er even naar hem toe. Hé, Bart, wat is het toch? Wat is het toch, Bart? Mijn lieve jongen, wat is het toch? Niks. Wat is er nou toch? Niks. Nee, maar je kunt toch wel vertellen wat er is? Zeg maar even wat er is. Nee. Nou, goed. Ik weet ook niet zo goed. Nou, komen we tingelingeling. Zoveel het eerst over. We gaan over naar de taaltoets. De taaltoets. Met de T van taaltoets. Even kijken. We zitten hier op een landelijk schooltje. Dan moet je de taal goed kunnen spreken. Kinderen, ik ga jullie een dicté afleggen. En ik zeg het een spreekwoord op. En jullie zeggen het na. En dan moet je het even opschrijven. Oké, dat heb ik van Fokkelien gekregen. De tien vlug zijn boer, een smeet zien een vrouw wekken. De vlug zijn boer. Inderdaad. Ik zal nog even één keer zeggen. De tien vlug zijn boer, een smeet zien een vrouw wekken. Willem, kom, een beetje serieus. Ik weet het niet. Ja, we gaan even door naar de volgende. Fatima, jij komt ook uit Twente, toch? Hoe lang een minuut duurt, hangt af
van aan welke kant van de huskesdeur hij bindt. Ik zat nog een keer langzaam door. Hoe lang de minuut duurt hangt af van aan welke kant van de huskesdeur hij bindt. Nou, dan gaan we, doen we nog eentje. Schrijf jullie wel even op, zonder spelfout. Nou, dan de laatste, ook voor de zaal. Wij het eerst knoopsgat miskrieg, het buis nooit meer gortel. Nou, dan snap ik zelf ook iets van. Oké, dan de laatste. Better een boek van Edden als een pokkel van Dutton. Ben je in de boek? Zijn je nou boek? Ja. Slecht opgeleide kindjes. Oké, even goed opschrijven en dan zullen we even kijken wat jullie gehaald hebben. Ja, geef maar even. Hey, ik ga even nakijken, kopiëren, dan kom ik zo terug. Hè? En rustig aan in de klas. Daar. Oh, daar zit arme Bart. Helemaal in zijn eentje. Hij wordt weer geplaagd door die vervelende kinderen. Wat zal er in zijn kopje omgaan? Huilen, verdrietig. Dat denkt hij toch allemaal aan. Onze grote nerd. Zo goed. En hij wordt gepest door alle kindjes in de klas. Zo. Maar Bart, wat maak je dat weer een toeval? Jongen, jongen, jongen. Na school blijf je over, ga je alles opruimen. Wordt er helemaal gek van. Goed. Dus even kijken. Waar zijn we geweest? Goed. Tingeling, de school is voorbij, over. Kim, ga je maar, je weet wel wat je moet doen. Ga ik het vast een beetje opruimen. Zo, wat een drukte. Het zal je Fokkelin toch altijd veel moeten bukken om alles op te ruimen. Even alles aan de kat. Nou, eens even kijken. Want wat gebeurt er? We zijn inmiddels, zijn wij 20 jaar verder in de tijd. 20 jaar verder in de tijd. En we zijn aangekomen bij de academie van het Westbroek Schooltje. En we zijn bij de uitreiking van de Nobelprijs. Eerst hebben we hier binnengekregen. Dag Truus. Truus is inmiddels zwanger van haar 4e kind. En steekt er maar in op. Hè, want je bent inmiddels rookverslaafd. En je loopt lekker door tijdens het zwangerschap. Krijg je kleine kindjes van. Dat maakt het makkelijker. Dan hebben we Fatima. En Fatima is ook al lager al. Die is ook rook en drugs verslaafd. Het gaat helemaal niet goed. Nou, eens even kijken. Waar is die kleine... Willem, kom maar even. Willem is aan de drugs. Kijk eens naar zijn grote heroïnespuit die hij uit Amsterdam heeft meegenomen. Goed. Nou. En waar is mijn lieve kleine Bart gebleven? Dag Bart. Goeiedag. Goed. Bart Einstein, kijk eens, ja. Bart Einstein, Bart, ja, mijn lieve kleine jongen, wat ben je toch groot geworden en wat heb je toch veel bereikt in het leven in plaats van al deze andere, ja, kinderen die aan lage wal zijn. We hebben een prijs voor je, Bart, kom maar. Ik zal jullie voorstellen, het toneelstukje is voor mij, helemaal geschreven door de kindjes. Als eerste hebben we hier Jijke. Jijke als Truus. En dan Lara als Fatima. Bart de Nerd werd gespeeld door Jan Lasberger. En Willem, gespeeld door Taak de Bakker.